kan wel eens voorkomen op de golfbaan dat je op een pad terechtkomt. En soms krijg je geen vrije drop van het pad. Dan pak je je houten 3 en dan sla je hem heel hard eraf. Dit was mijn trucje van vandaag. Als je een beetje tijd over hebt thuis, dan kan je altijd dit gaan oefenen.